allemaal en welkom op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Fadi Awad en vandaag gaan we praten over Adobe Firefly. Voordat ik ga beginnen wil ik u aandacht vragen om te abonneren op mijn YouTube-kanaal door te klikken op de belknop. Dan blijf je op de hoogte van de meldingen en de video's die ik dagelijks of bijna wekelijks upload. En we gaan zo meteen kijken naar de site van Adobe Beta Virgin. Dus, de site van Adobe Firefly Beta Virgin op dit moment is fireadobe.com, zoals jullie hier boven zien. En dan zien we hier dat je eigenlijk een account moet maken. Hier zien jullie mijn naam en voornaam. Hè? Dus sowieso moet je een account hebben om te kunnen genieten van Adobe Firefly. En wat biedt ons aan? Eerst en vooral gaan we kijken wat Adobe Firefly is. Om jullie op de hoogte te brengen, om jullie een beeld te geven wat Firefly is, heb ik aan ChatGPT gevraagd wat Firefly is. En ik heb aan Google Bard gevraagd wat Firefly is. Dus ik heb gevraagd aan Google Bard en hij zegt tegen mij: Adobe Firefly is een generative AI tools die je kunt gebruiken om een prachtige afbeeldingen en tekst en meer te maken met behulp van een eenvoudige tekstprompt. En staat er allemaal hier op, al die uitleg. Bijvoorbeeld speel met de kleur en maak een prachtige palet. Etcetera. Dus dat was het antwoord van Google Bard. En ChatGPT, jammer genoeg, jullie gaan verbazen. ChatGPT zegt, ik zeg wat is Adobe Firefly? En hij zegt, ja, waarschijnlijk dat is een update in september 2021. Je moet gaan kijken naar de website van Adobe. En ze zeggen, ja, Adobe maakt of produceert Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, etc. Dus eigenlijk ChatGPT is volgens mij niet op de hoogte wat Adobe Firefly is. SWAT, dat is niet onze taak nu op dit moment, Bart te vergelijken met ChatGPT, maar wij gaan nu kijken wat Firefly kan voor ons doen met de artificiële intelligentie. En ik ben nu op de hoofdpagina en dan kan ik kijken. Hij zegt tegen mij, kijk, op dit moment kunnen wij text-to-image. Dus je schrijft iets en je zegt, ik wil dat hebben. Of je kan de achtergrond bijvoorbeeld van een foto verwijderen of een teksteffect hebben. Fotootje die laten kleuren, een vector die moet verkleurd worden. 3D image of beelden, een 3D, op dit moment is nog in proces. En extend image is ook in proces. Maar om idee te hebben, dan kan je helemaal onderaan kijken op de site van Adobe Firefly Beta Virgin. Kan je kijken hoe de mensen naar de beelden die hier ziet. Wat hebben ze gedaan en wat hebben ze ingegeven in hun prompt. Bijvoorbeeld als je dit wilt zien, waar ik nu op de muis over heb, dan zie je bijvoorbeeld a small seed, etcetera, boven, en dan kan ik die gebruiken. Ik scroll onderaan en dan kan je ook een video bekijken van Adobe Firefly om... Dan kan je op je gemak dit bekijken en hier zie je onderaan nog in de toekomst gaan ze personalized result, text to vector, text to pattern. Als je bijvoorbeeld met Adobe Illustrator wilt werken, dan kan je dit gebruiken, text to pattern. En dan text to template, sketch to image, text to brush, dat is allemaal goed voor Photoshop en bijvoorbeeld Fresco.
etcetera, etcetera, etcetera. Dus de mensen die met Adobe producten werken, kunnen dit sowieso dit gebruiken, zowel in Photoshop als in Adobe Illustrator of Fresco. Nu, ik ga een voorbeeldje maken. Dus ik ga naar boven en ik zeg text to image. Ik ga iets genereren. Ik wil iets doen en krijg ik hier een venstertje. Describe the image you want to generate. Dus ik ga zeggen bijvoorbeeld, ik ga zeggen een man, 45 jaar. Ik schrijf in het Nederlands nog steeds. Blauwe ogen. Korte broek. En wat kan ik nog schrijven? Heeft een baard. Ik denk dat ik alles geschreven heb. Zonder haar zal ik schrijven. Ja, oké, zonder haar bijvoorbeeld. Zonder haar. Dus ik heb een prompt ingegeven, dus ik heb alles geschreven wat ik wou eigenlijk zien, een man van 45 jaar. En ik zeg, ik klik hier aan de rechterkant generate. En ik ga kijken wat hij voor mij gaat maken en genereren. En na enkele seconden zeker zullen we resultaten hebben. Voilà, hij heeft voor mij... een man, ja, ziet er wel zo uit, van 45 jaar, blauwe ogen, bijna geen haar, helemaal goed en wel. Korte broek, heeft hem een short gegeven, voilà, ik zie hier een short van sportman, en zonder haar, oké, dat is bijvoorbeeld zonder haar. En dan kan de ratio aanpassen, ik kan zeggen, ik wil een landscape, of portret, of square, of widescreen, stel dat je dit wilt. Dan kan ik naar portret bijvoorbeeld klikken. En dan kijk ik wat Adobe Firefly kan voor ons doen. En zien we dit heeft alles veranderd voor mij. En dan kan je raten. Hè? Dan kan je bijvoorbeeld duim omhoog geven, rate this, wat vind je van dit, is dat goed, ja of nee, of een duimpje omlaag. Of als je zegt, ja, ik vind hier een probleempje, of ik vind dat niet echt van de toepassing, dan kan je op report, en dan kan je iets rapporteren aan Adobe Firefly. Oké, en dan kan je... kijken, helemaal onderaan, wat kunnen we nog doen? Kan je nog waarschijnlijk een effect geven? Of je kan klikken op dit. Je zegt, ik ga dit downloaden. Hij zegt, oké, prompting transmitted, oké. When you download content generated with Coverfly, oké, ik zie continue. Heeft voor mij... de foto al gedownload en ik heb al nu mijn foto, niet vergeten onderaan, watermerk van Adobe Firefly staat erop, dus dat is tegenwoordig niet zo moeilijk om de background of de watermark te verwijderen, dus er zijn heel veel sites die op dit moment die watermerk kunnen verwijderen. Oké, ik kom terug naar hier. Dus ik heb dit al gemaakt. En stel dat ik bijvoorbeeld hier color of toon. Ik ga bijvoorbeeld spelen met warmte. En dan... ja. Allemaal goed en wel. En ik ga een duimpje omhoog geven. Oké, perfect in orde. En dan kan ik hier nog options... kunt je die ook uploaden to Firefly Gallery of copy to clipboard. Als je stel dat je je Photoshop open is op dit moment, dan kan je klikken hier copy to clipboard en dan kan je plakken ergens op je Photoshop. Oké, dat hebben we al gedaan. Komen we terug naar hier. Natuurlijk, ik laat jullie thuis dat zelf doen en ik laat jullie dat zelf doen en ontdekken. En dan kunnen wij bijvoorbeeld nog
Generative fill. Dus ik ga een object bijvoorbeeld verwijderen van een foto of een achtergrond verwijderen van een foto, etc. En hier, als je wilt begrijpen wat dit is, dan kan je helemaal onderaan kijken wat je kan doen met dit tool. Dus gewoon moet een brush om achtergrond of iets te verkleuren. Dus upload image. Stel dat ik naar foto's wil gaan, afbeeldingen. En wil ik bijvoorbeeld mijn foto hier. En dan zeg ik dit foto aanpassen. En ik zal zeggen de background. En hier klik. Oké. Ik ga in test doen. Ik ga in test. Describe the image you want to create. Bijvoorbeeld. De achtergrond zal ik kiezen. Bijvoorbeeld. Paris. Ik ga klikken op Paris. Ik klik Parijs bijvoorbeeld achter mij. Ik ga kijken wat hij voor mij kan creëren. En dan even wachten. Perfect. Heeft voor mij dit gecreëerd. Ik kan zeggen dit. Dit is Parijs achter mij bijvoorbeeld. Of ik kan dit kiezen. Of kan ik dit kiezen, een hemeltje. Of kan ik zeggen more. En dan zeg je more. En dan krijg je waarschijnlijk andere mogelijkheden die beschikbaar zijn. En dan niet vergeten om te zeggen download dit. En dan ga ik die continue downloaden. En dan klik ik op mijn foto die ik veranderd heb. En ik zie helemaal aan de linkerkant. Ik zie helemaal aan de linkerkant terug het logo van Adobe Firefly Beta Version. Commercial use staat er onderaan. Dat dat niet voor commerciële gebruik mag gebruikt worden. Maar zwart, we zijn eigenlijk nu thuisgebruikers. Dus we gaan dit niet promoten ergens of zo dergelijke. Oké. Eigenlijk, dat was het voor vandaag over Adobe Firefly. Zeer handig om te gebruiken. Maar niet vergeten, dit is een beta-versie. Beta-versie is nog niet allemaal klaar, zoals jullie daar straks zagen. Als je van mijn video goed genoten hebt, aarzel niet alsjeblieft om te klikken op de belknop. Dan blijf je op de hoogte en geef een duimpje. En share mijn video tussen uw vrienden en geef een commentaar en ik zal u zeker en vast nog wat antwoord geven. Tot ziens, dankjewel, dag!